Woensdag werd er nog hard gewerkt om het stadswapen in het Hunnenpark af te maken. Het is eigenlijk eerst half mei, na de IJsheilige, beginnen we met het wapen. En dat is het eigenlijk het mooie van Nijmegen. Het wordt elk jaar opnieuw gelegd, zijn 1 jaar geplanten, dus zo gauw als het begint te vriezen, is alles weg. En om hoeveel bloemen ging het ook alweer? Er gaan er ongeveer 16.995 in. Er zijn Afrikanen, begonia's, agraten. Dus dat zijn dus een beetje wel de hoofdzaak van de beplanting. Maar hoe weet je nou welk plantje waar moet? Paaltjes worden via GPS worden die uitgezet. Dus doen we nu 2 jaar en dat bevalt ons heel erg goed. Ze komen op een centimeter nauwkeurig, komen ze goed te staan. Hoe ging dat eerder dan? Toen weer alles met de hand uitgemeten. En dat was een hele klus. Het stadswapen is niet zomaar aangelegd. We zijn gisteren begonnen. En dus ik denk 2 dagen en dan zijn we klaar. Vanaf woensdagmiddag is het wapen weer in volle glorie te aanschouwen. MUZIEK